Ik ben het beu. Ik ben het beu dat religie in Nederland voortdurend wordt weggezet als slecht voor jou of de samenleving. Zo in de stellige stijl van zijn naamgenoot en voorganger Maarten Luther begon theoloog Dr. Maarten Wisse onlangs zijn aanklacht richting progressieve partijen. Verachters van religie noemt hij hen in NRC Handelsblad. Een terechte aanklacht. Kernpunt van Wissers betoog is dat religie verantwoord gedrag ondersteunt. Gedrag dat je anders voor elkaar moet zien te krijgen met heel veel geld en regels. Wisse geeft twee aansprekende voorbeelden. Zorg in een samenleving waarin je geen barmhartigheid leert, wordt onbetaalbaar. En wijken die niet meer zijn dan een stapel bij elkaar geveegde plannen van projectontwikkelaars, hebben dringend behoefte aan plekken voor zingeving. Kerken bijvoorbeeld. Dat faciliteren van religie kost bijna niks en zou miljoenen in de zorg kunnen besparen. En wil je woonwijken met een ziel, ook dan kan je niet zonder religie. Met regels en geld red je het niet in de politiek. De Hollandse regenten uit de 17e eeuw hadden dat al heel goed door. Want, zo redeneerde zij, een beetje geld erin, extremisme eruit. Dus zeker geen religie pesten, bijvoorbeeld met gedoe over besnijdenis en ritueel slachten. Dat is typisch iets voor politieke doctorandussen en masters met uitsluitend theoretische wijsheid zonder levenservaring. Domme en dwaze, om het eens in de termen van de spreukendichter te zeggen. Stop dus met dat religie pesten.